Sjoerd Ars, gewonnen van de Graafschap vandaag. Was een lekker zondagmiddagwedstrijdje, leek het. Nou, of die echt lekker was voor de neutrale toeschouwer, dat betwijfel ik. Maar ja, uiteindelijk is het belangrijk dat we hier gewoon in eigen huis winnen. Ja, we hebben die aantal doelstellingen hebben we nog. Topscorerstitel 100 punten. Ja, meer dan 100 doelpunten. Ja, de vierde periode hebben we nou eigenlijk volgens mij officieus ook weer gewonnen. Dus die doelstelling hebben we ook alweer bereikt. Nou ja, goed. En zo zijn er nog een aantal dingen die we dit seizoen graag willen verbeteren nog. En waar we nog voor willen strijden. Het klinkt alsof je de doelstellingen, dat je daar blij mee bent. Maar dat je het spel misschien wel beter had willen hebben. Ja, ik denk dat het geen voetbalshow was vandaag vanuit onze kant. Ja, bij Vlagen vrij slordig. Ja, te gauw balverlies. Veel lange ballen in plaats van dat we eigenlijk gingen voetballen, terwijl er wel de ruimte vaak voor lag. Ja, nou, uiteindelijk is het net wat ik zeg, het belangrijkste dat we met 2-0 winnen. Kom je vlak voor de rust, kom je op 1-0. Ja, dat is lekker. En dan tweede helft maak je 2-0 en dan weet je ook wel dat het met onszelf altijd ook wel gebeurd is. Ja, jullie lijken je ook heel weinig zorgen te maken in de wedstrijd. Als het niet zo loopt, vandaar dat ik zeg zondagmiddagwedstrijd, van jullie lijken zoiets te hebben van we winnen hem toch eigenlijk wel. Ja, nou ja, goed, dat gevoel heerste dit hele seizoen eigenlijk ook wel. Op het moment dat het even wat minder liep, was het ook niet meteen paniek of dat we andere dingen gingen doen. En dat was ook denk ik wel een kracht van ons. We weten dat we weinig weggeven en dat we altijd wel doelpunten maken. En, ja goed, dat zag je vandaag ook weer. Net wat ik zeg, het was een zakelijke overwinning. Het was voetballend. Ja, kan het nog wel een stuk beter en moeten we het onszelf eigenlijk wel wat makkelijker maken. Leuk om tegen je oude club te spelen. Ja goed, de Graafschap heeft altijd wel een speciaal plekje. Ja, voor mij zeg maar een speciale club, dus ja goed, het is altijd wel leuk om daar tegen te spelen. Maar uiteindelijk speel ik nu voor NEC het belangrijkste om te winnen en om doelpunten te maken. En dat is gelukt vandaag. Ik zou zeggen nog 4 keer 2-0, dan heb je 100 punten, 100 doelpunten. En als jij er nog een paar maakt, dan word je nog topscorer ook. Nou ja goed, dat is wel de insteek voor het einde van het seizoen. Ja. En ik hoop dat we dat als team vol kunnen houden. Ik bedoel, dus, ja, je bent kampioen geworden, dan is de drukte wel een klein beetje af. Maar ja, ik denk zoals vandaag dat we het gewoon wat dat betreft goed doen door hier te winnen en 2-0 einduitslag. Ja. Misschien wel fijn dat je die motivatie dan juist nog hebt voor die 100 punten en die topscorerstitel. Anders zou je eigenlijk helemaal weinig hebben om voor te spelen. Ja, maar ja, je bent ook wat dat betreft topscorer. Een bepaalde intrinsieke motivatie, zeg maar. En ja, die moet je hebben als topscorer. En die leeft ook heel erg bij ons in de groep. We hebben wat dat betreft een hele volwassen groep. En iedereen weet gewoon wat er uiteindelijk weer gevraagd wordt. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, ja.